Hoe maak je jouw iPad klaar om deze te overhandigen aan iemand anders, zonder dat er ook maar iets van terug te vinden is van jezelf? Abonneren, delen en reageren! Ik ga ervan uit dat al je data is overgezet op je nieuwe iPad. Dit gebeurt quasi-automatisch als je je nieuwe iPad aanzet. De eerste stap is je uitloggen op je iPad. Open instellingen, dan selecteer je links bovenaan je Apple ID, scroll naar onder en selecteer log uit. Je bent nu uitgelogd op je iPad. In de tweede stap gaan we wissen. We openen weer instellingen. Je ziet, je bent nog altijd uitgelogd. Het staat al op het goede scherm, maar als dit er niet zo uitziet, klik je op algemeen. Rechts scroll je helemaal naar onder. En klik je op zet over of stel iPad opnieuw in. Dat gaan we doen. Kunnen die opnieuw instellen, maar we gaan alle inhoud wissen. Dus je selecteert wis alle inhoud en instellingen. Er wordt nog eens gevraagd of we dat echt wel willen. Als je wil kiest om iPad te wissen, worden je persoonlijke gegevens verwijderd, zodat deze iPad veilig kan worden ingeruild. We klikken op ga door. We moeten de toegangscode van deze iPad ingeven. Nogmaals gevraagd, weet je zeker dat je wilt doorgaan? Je wist alle mediagegevens en instellingen. Dat kan je niet ongedaan maken. Selecteer Wis iPad. En alles wordt zwart. Nu kan ik het niet meer opnemen. Er verschijnt een Apple en die is alles aan het wissen. Na het wissen verschijnt het gekende Hello Screen, alsof je een nieuwe iPad hebt gekocht.